zegt eigenlijk, we hebben ontzettend slecht onderzoek gedaan, maar we houden toch maar lekker vast aan onze conclusie van zelfdoding. En ja, dat is voor de familie onbegrijpelijk. Voor zover zij weten, zijn er een paar foto's gemaakt, is er één getuige gehoord. En daarop baseren zij die hele conclusie, terwijl er nog zoveel vragen openstaan. Het simpele feit dat niet op het plaatsdelict is gekeken of er bijvoorbeeld vingerafdrukken van anderen om de ketting hebben gezeten, dat feit alleen al zou zo'n conclusie per definitie ter discussie moeten stellen. Je kan niet uitsluiten dat iemand anders een hand in de dood van Patrick heeft gehad. De brief van het OM is dus het enige officiële document dat we hebben. Een vrij mager begin. Dit is wat ze... Dat is wel een beetje een terugkeer fenomeen, hè? Ja. Nul onderzoek. Dit moet eigenlijk ook nog terug in de mail. Is dat er ook niet bij? Nee. Zo ben je er, met wat ze dus hebben gekregen. Dus de familie heeft van justitie een dossier gekregen. Vijf A4'tjes. Toch kunnen wij nu, na een jaar, nog steeds belangrijk onderzoek doen. Om te beginnen brengen we de telefoons van Patrick, zijn zoontje en vader Herman naar Digital Investigation in Hilversum. Wellicht kunnen we zo achterhalen hoe lang er precies zat tussen Patricks vertrek in Schalkhaar en de melding bij 112. En misschien staan er naast de verdwenen WhatsApps wel andere aanwijzingen in. Zoals bedreigingen uit de hoek van Patricks vriendin, die door de familie verdacht wordt. Ja, hoe zeggen we dat heel netjes? Je hoeft niet alles netjes te zeggen. Oké. In mijn ogen was het een beetje een sloerie idee, zeg maar. Ja, maar goed, dat was hij ook in de mannelijke versie. In de mannelijke versie, ja. Dus wat, in zekere zin paste dat ook wel bij elkaar. Maar wist je van haar bestaan af? Ik wist van haar bestaan af. En ook dat er iets was tussen hun tweeën? Nou, voor Patrick was dat meer lust. Maar dat wist je? Ik wist dat, ja. Er wordt een beetje, zeg maar, door de familie wordt zij gezien als in ieder geval een betrokken of iemand die weet wat er is gebeurd. Maar dan hebben we het niet over een zelfmoord. Nee, klopt. Nou, wat we links en rechts gehoord hebben is dat ze al een keer eerder iemand aangevallen heeft. Iemand? Haar ex-vriend. Met een mes of iets dergelijks. Of geprobeerd hem te wurgen of zo. En dat is in ieder geval bekend. En na de dood van Patrick verschijnen er verdachte berichten op social media. En die had een berichtje op Facebook geplaatst van pak die hondenriem. En dat al binnen 24 uur nadat Patrick daar in huis gevonden is. Dus dat is op zich wel vrij... dat zijn geen berichtjes die je op Facebook zet. Als je echt in rouw bent, dan ga je dat soort berichten er niet neerzetten, lijkt mij. Nee. Terug op de redactie bekijken we deze berichten wat beter. Huh? Ja, dat inderdaad. Beetje een raar berichtje. Het is niet van Patricks vriendin zelf, maar van een vriend van haar zoon. Het is natuurlijk shocking. Ja. Maar het zijn jonge lui, hè? Ja. En bovendien, kijk, op het moment dat je een moord gaat plegen... Hè, stel je voor, ja, ga je dan op Facebook zetten van pak de hondenriem door? Maar is het een aanwijzing? Ik denk het niet. Het is denk ik gewoon dronkenmanspraat. Dat denk ik ook. Maar ziek is het wel. Geen typisch dadergedrag dus, maar waarschijnlijk een hele foute grap. We speuren verder. Op ons verzoek vraagt de familie het medisch dossier op bij het ziekenhuis. Misschien verschaft dat meer inzicht in wat er die avond is gebeurd. Kijk, je ziet hier dus een beetje een soort kartelrandje. Dat zou dan onder de ademsappel in moeten doorlopen. Dus het spoor zit vrij laag. De familie heeft dat hier. Ja, die heeft dat dus overgetekend inderdaad hier. Mm-hmm. En dat zou dan betekenen dat je van achter gepakt bent in plaats van dat je hebt gehangen? Dat denken zij, ja. Omdat het spoor dus heel recht loopt. Mm-hmm. De familie vindt de locatie van de striem op de hals van Patrick verdacht. Zij hebben ontdekt dat wanneer iemand zichzelf ophangt, zo'n striem achter de oren langs hoort te lopen. Ik steek mijn licht op bij forensisch patholoog Frank van der Goot. Hij vertelt dat het gebruik van een zogeheten slipketting, zoals bij Patrick, sterk van invloed is.
Kijk, dit is een statische ketting. Ja. Deze wordt niet kleiner. Als je hem aan de zijkant bekijkt nu... Ja. Als jij voorzichtig door de benen gaat... Ga maar. Stop. Nou, dan zie je al dat hier de ketting erin gaat. Ja. En die gaat een hoogste punt zoeken met uitsparing van de nek. Juist. Een klassieke omhoog. Als je nou dat iets zijwaarts doet... Je ziet nu al een stream. Ja, dat gaat snel. Dat is een soort eritheem, dat trekt weer weg. Als je het zijwaarts doet... Ja. Chris, houd er even in de gaten nu. Voorzichtig door de benen. Dan zie je dat hetzelfde gebeurt. Alleen, het is een statische ketting. Hier is de diepste impressie. En nou zijn de sporen aan de zijkant. Ja, ja. Continu heb je deze vorm. Kom omhoog. Dank je. Continu deze vorm. Bij een slipketting. Ja. Is een ander verhaal. Dus dit. Chris. Je mag hem zelf even omdoen. Chris, kom je er even bij? Ja. Kijk, een slipketting is een ander fenomeen. Ja. Iets de benen. Wat je ziet... Oh, stop maar. Is dat dat ding kleiner wordt. Ja. En minder de neiging heeft om helemaal naar boven te gaan. En bovendien veel meer omsnoert. Dus bij een statische ketting, kom maar omhoog. Bij een statische ketting blijft die uitsparing aan de achterzijde vrij groot. Bij die slipkettingen kan die bijna helemaal rondom gaan, maar er is altijd een kleine uitsparing. Deze knijpt echt op de vaten. Die is linker dan die. Deze vind ik, dit is een heel naar ding. Ja. Oké, doe maar af. Ook nu zie je weer, nu al, een soort van afdruk. Hè? Het gaat heel snel. Ja. Je moet er rekening houden als mensen... doe maar af, hoor. Ik heb je liever niet in dat ding hangen. Zo. Want als zij zo nu door de knieën zou gaan, echt, per ongeluk, ze zou uitglijden, hoe snel moet je er dan bij zijn? Meteen. Echt meteen. Dat is ook de reden waarom we er met meerdere mensen omheen staan. Dus dan is het meteen mis? Nou, het kan met een seconde of 5, 6 gebeurd zijn. Dat dan het bewustzijn wegvalt, omdat die druk in die hersenen begint op te lopen. Ja. Het is een heel wankel evenwicht. Dat kan in een paar seconden gebeurd zijn. En als iemand bewusteloos is, komt hij onmachtig te hangen. Ja. Kan ook niks meer doen. En ze gaan gewoon dood met een minuut of 5. Ja, want je kunt dus niks meer doen. Precies. Je bent nog niet eens in levensgevaar. Want als je dan binnen 10 seconden gered zou zijn... dan zou je nog gereanimeerd kunnen worden. En komt het nog goed, maar op het moment dat je hangt... en er is niemand bij, die eerste paar minuten is klaar. Je verkeert je op zo'n moment in een levensgevaarlijke situatie... die naarmate de tijd langer vordert, of meer vordert... dermate onomkeerbare schade in de hersenen gaat opleveren... dat ja, dan kun je de mensen van touwen van de ketting halen. Dan kun je gaan reanimeren wat je wil. Maar op zo'n moment is het brein kapot. De familie gaat uit van een moordscenario. Ja. Zijn daar veel aanwijzingen voor? Nou ja, om te beginnen... wat je eigenlijk verwacht bij toegebracht letsel... in de vorm van een dermate strangulatie, want daar praten wij ook over. Iedereen heeft het continu over verwurging. Maar het is strangulatie, het is omsnoerend geweld. Als iemand van een groot postuur... door middel van een dergelijk voorwerp... dermate zijn hals moet dichtknijpen... dat deze daar uiteindelijk aan komt te overlijden... dan verwacht ik eigenlijk wel wat meer schade aan die huid. Zoveel schade is het niet. Ja. Maar de ellende is, we moeten het doen met de weinige gegevens die we hebben. Komt er iemand aanlopen die zegt, ja, dat is helemaal niet waar. De ketting is pas later gebruikt. Er is gewoon een hele grote vent geweest. Die heeft er een arm omheen gelegd. Die heeft hem een bloedverwerking gegeven. En toen die dood was, hebben ze hem in de ketting gehangen. Heb ik een compleet ander scenario. Het is en blijft gissen en nog eens gissen. Om de simpele reden, we hebben niks. Nee. Je hebt een zelfdoding of een moordscenario. Ja. Is er nog een derde scenario?